En Team Blauw mist de bal. En dit zou een kans kunnen zijn als ze scoort. En ze scoort! Amour Faya! Horsefighter! Boom! Een doelpunt van Team Rood. Gefeliciteerd! Woehoe! Hallo beste mensen, welkom bij de Bonen TV. Mijn naam is Mauri. We zijn vandaag ergens in de plek in Nederland. En we zijn hier bij een voetbalwedstrijd, een belangrijke wedstrijd. Waar dit is kan ik helaas niet vertellen, maar we gaan jullie op de hoogte houden met hoe deze wedstrijd zich verloopt en afspeelt. Mensen, veel kijkplezier. Amour, faya! Zoals jullie zien zijn we hier onder het toezicht van een dameselftal. En de rode speler speelt de bal vooruit en Team Blauw probeert de bal te pakken, maar Team Rood heeft al een keer gescoord. En deze dame is een echte horsefighter, haar haren zijn groen. En deze bal wordt aangenomen door een forse meid, weggespeeld. Maar Team Blauw is erg dribbelig en kan goed overspelen. Ik zie dit als een aankomend doelpunt voor Team Blauw. Deze wordt voorgelegd en teruggelegd en dit is de zet naar de goal. En de keeper heeft hem niet. Nee, het is heel blauw aan de bal. En de keeper heeft hem. Nou, zoals jullie zien, dit is een hele spannende wedstrijd. En we gaan deze even voor jullie bespreken. Mensen, ook zoals jullie hebben gezien, deze voetbal, dit is een kunstgrasveld. En dit is een prima accommodatie. De scheidsrechter loopt ook door het veld van de KNVB. De grensrechters zijn van de KNVB. En ik ben Mauri. En ik wens jullie veel kijkplezier. Team Blauw heeft als duwvrouw een oranje tenue. Team Rood heeft als duwvrouw een roze outfit aan. En Team Blauw mist de bal. En dit zou een kans kunnen zijn als ze scoort. En ze scoort! Amour Faya! Horsefighter! Boom! Een doelpunt van Team Rood. Gefeliciteerd! Woehoe! Goedemiddag, mijn naam is Mauri. Wij zijn van Rabona TV. Welkom bij ons interview. Wat is uw naam? Saskia Bel. Hallo, hoe bevalt u deze wedstrijd? Nou, ik vind het zeer spannend. Ik heb ook gehoord dat het een belangrijke wedstrijd is. Ja, het is de bekerwedstrijd, hè. Dus ze stonden gelijk in puntenaantal. En nou staat Rood eentje voor. En wij Team zijn Rood. Ja. Rood. Oké, dus Rood heeft net voor de eerste keer gescoord. Nee, het staat 3-2. 3-2, voor Rood. En nu is de wedstrijd afgelopen. Dus wij zijn heel blij. Gefeliciteerd. Wij zijn door. Gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. En wat was nou de minpunten van de wedstrijd? Want ze hebben twee doelpunten tegen. Ja, die heb ik helaas niet gezien. Want ik ben pas de tweede helft komen kijken. Oké, wij zijn er ook pas net. Oh, ja. Maar gefeliciteerd met uw overwinning. Dankjewel. Een hele goede middag. Mijn naam is Mauri. Wat is jouw naam? Vlog. En van welke voetbalclub ben jij? WDS 19. Van welke elftal zijn jullie? MO15-1. Horsefighter. En hoe beviel de wedstrijd? Ja, ging wel goed. Was goede tegenstander. Horsefighter, heb je nog gescoord? Nee. Jammer, wie van jullie heeft er wel gescoord? Dat was één eigen doel en één keer had Kelsey gescoord. Horsefighter, allemachtig. Het scheelde maar één punt, of niet? Ja, het was er heel dichtbij en dan hadden we gewonnen. Horsefighter. Nou, maar... Hebben jullie nog kans om de beker te winnen? Nee, nu zijn we uitgeschakeld. Dat is horsefighter jammer. En hoe ziet verder jouw voetbalcarrière eruit? Nou, we gaan nu gewoon competitie spelen en die gaan we wel winnen, dus... Horsefighter, en zit er nog een kans in dat jullie tegen dezezelfde club moeten voetballen, net als vanavond? Nee. Nee, hun zitten in een andere competitie. Oké, je hebt heel veel competities. Ja. Horsefighter. En wat is jouw positie in het spel? Linksmidden. Oké, nou bedankt voor je tijd. Horsefighter, zou je één keer kunnen zeggen Rabona TV? Rabona TV. Dankjewel. Bedankt voor je tijd en succes. Ja. En een hele goede middag. Mijn naam is Mauri. Welkom bij Rabona TV. Wat zijn jullie namen? Carlijn, Aniek, Janouk. Carlijn, Janouk en Janouk. Jullie hebben een overwinning gemaakt. Jullie hebben gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Was dit een zware wedstrijd voor jullie? Ja, best wel zwaar. Ja. Heel zwaar. Met hoeveel hebben jullie gewonnen?
3-2? 3-2, ja. 2. Het was wel echt keihard, hè? Want je hebt ook een beetje bloed aan je neus. Ja, dat ja. Klopt. Het was de laatste minuten was het heel hard knokken. Ja, het was knokken, hè? Ja. Ik ben heel trots op jullie. En van welke club zijn jullie? Ebo. Ja. Ebo. Jullie hebben mooie shirtjes aan. Dank u wel. Ik feliciteer jullie met jullie overwinning. Dank u wel. En wat is de volgende wedstrijd die jullie gaan spelen? Ik heb eigenlijk geen idee. Voor de competitie, maar... Ja. Nee, ik weet niet, maar we gaan sowieso voor de overwinning. Ja. Zijn jullie op weg naar om kampioen te worden? Tuurlijk, altijd. En wat was dit voor wedstrijd? Een bekerwedstrijd. En jullie hebben nu de beker gewonnen? Nee, nog niet. We gaan verder naar de volgende ronde. En na die volgende ronde, dan komt de finale? Geen idee. Ja. Nou dames, ik wens jullie echt heel veel succes in jullie verdere voetbalcarrière. En ik hoop dat jullie heel ver zullen komen. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt. Dank u wel. Zouden jullie kunnen zeggen Rabona TV? Rabona TV. Amor, faya, Rabona TV. Nou, bedankt mensen voor het kijken. Mijn naam is Mauri. We waren vandaag hier op bezoek bij een voetbalwedstrijd. Zoals jullie hebben gehoord, het was een erg belangrijke wedstrijd. En Team Rood heeft gewonnen. Ik heb een kleine... vergaderingen kunnen uitspreken over de wedstrijd en commentaar uitleveren. Mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Hebben jullie ideeën voor meerdere video's? Laat het vooral weten hieronder in de reacties. Tot kijk, tot ziens. Amour, faya.